Waar zijn jullie mee bezig? Met niks. Lieg niet. Ze liegt niet, we waren gewoon wat aan het praten. Oh, gewoon praten? Ik liep naar boven om te kijken waar je bleef en toen hoorde ik gefluister. Niet iedereen praat zo hard als jij. Waar hadden jullie het over? Gewoon dingen. Meidendingen, niet interessant voor jou. Ik heb toch gezegd dat je niet met hem mag praten? Het is mijn schuld. Ik begon tegen de ruimte te kletsen. Ik verveel me hier helemaal gek. Ja, ja. Meekomen. Zo, alles werkt weer hoor. Goed gedaan man, bedankt. Jammer dat die DVD-deal voor jou niet meer door is gegaan. Hoezo? Had je Rocky 1 tot met 5 kunnen kopen voor Daniel. Ik begrijp er gewoon niks van man. Het kenteken klikt zo'n goed spoor. Misschien is het ook wel. Nou ja, niet als zo'n Frenkie het verkeerd intikt. Wat nou als hij het wel goed heeft ingetikt? Dan heeft Frenkie een spookauto gezien. Nou, dat hoeft niet. Kas, als je een idee hebt, zeg het dan gewoon. De politie is bij de sloperij langs geweest. Wat nou als die sloper helemaal niet die auto heeft gesloopt? Want de kenteken heeft het achtergehouden. Hij kan zoveel zeggen. Maar waarom zou die dat doen? Omdat hij wat met deze zaak te maken heeft. Nou, best slim. Je doet illegale dingen in een auto, terwijl die helemaal niet geregistreerd staat. Ja, en als je gezien wordt, ziet iedereen gelijk op een dwaalspoor. Hè? De meesten zullen denken dat de getuigen het wel verkeerd hebben gezien. Ja, maar dit kan de politie toch ook bedenken? Nou ja, die vertrouwden dat kenteken sowieso al niet, hè? En na die sloopauto, spookauto, whatever, waren ze er echt al helemaal klaar mee. Weet je, volgens mij gaan ze dat sloopbedrijf niet eens serieus uitchecken. Denk ik ook niet, nee. Dus? 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 Doen wij het? Tuurlijk. Let's kick some ass. Sorry van gisteren. Ik wilde je niet in de problemen brengen. Ik heb nagedacht over wat je zei. Ja? Ik kan het niet doen. Ik wil geen strafblad. Helemaal geen strafblad. Ook geen kleintje. Maar misschien hoeft dat ook helemaal niet. Ik zal tegen iedereen zeggen dat jij... Ja, een goed woordje. Maar je kan niks garanderen. Daarbij, ik kan de jongens ook niet verraden. Come on, Ron is een creep. Dat weet jij toch ook? Ja, maar Carol niet. Dat is een softie. Dan zeg ik toch niks? Dan zeg ik tegen iedereen dat ik een paar dagen op vakantie ben geweest? Dat ik moest nadenken of zo? Ik heb jullie nooit gezien. Ja, je zegt wel steeds dat je allerlei dingen zou doen. En je doet wel alsof je me aardig vindt. Ik vind je ook aardig. Maar je wil hier natuurlijk alleen maar weg. Ik zeg tegen niemand iets. Ik beloof het. Hé, hey, Rosa. Je zit er verdomme niet weer met die gevinde ouwe hoer, hè? Nee, ik kom al. Hey, ik kom je halen, hoor. Ik kom toch al? Sorry, het spijt me. Waar gaan we het eerst naartoe? Goeie vraag. Ik denk dat gebouw daarachter, daar, bij die containers. Nee eens. Als Suzanne hier zit, houdt hij vast niet vast op het kantoortje. Er lopen te veel mensen binnen en buiten. Come on.
kelder. We hebben echt alle kamers gecheckt. Hey, hoe moet dat hier? We kunnen dit uitleggen. Oh mijn god, ook dat nog. Hier, verveel je niet zo. Lief van je. Ik deed wel erg lullig tegen je gisteren. Sorry, ik wilde je echt niet in de problemen brengen. Ja, het spijt me dat ik verder niks voor je kan doen. Ja, ik heb me meegebracht wat ik zelf leuk vond. Als je het niks vindt, we hebben van alles hoor. Ja, dat zijn illegale natuurlijk. Ga ze niet kijken dan? Nou, door deze dingen zit ik hier en dan wil ik ze zien ook. Hé, hey, wat goed zeg, Finding Nemo. Ja, die vond ik ook zo leuk. Ik moest huilen. Serieus? Waarom? Nou, omdat ik Nemo en zijn moeder. Is jouw moeder ook overleden dan? Nee, mijn vader. Oh, wat erg voor je. Hij was heel erg ziek. Dat maakt het niet minder erg, toch? Nee. Niet weg trouwens. Ik heb het lullig doen hoor, maar ronde. Oh, die is even de deur uit voor een paar deals. En Karel is niet zo'n zeikert. Is trouwens nog wel iets wat je voor me kan doen? Wat dan? Kleren. Ik loop al dagenlang in hetzelfde. Nee, ja. Niet zij. Hallo. Oh. Wiegmans is mijn collega van Buren. Goedemiddag. En jullie komen zo wel toe. Ik begrijp dat ze bij u hebben ingebroken. We kwamen voor Suzanne. Is dat het meisje waar jullie het over hadden? Ja, maar nu even over de inbraak. Nou ja, dat is niet echt braak op zich. Ja, is er iets weg? Iets vernield? Nee, voor zover ik weet niet. Maar ik neem wel aan dat u aangifte doet. Toch? U heeft ons natuurlijk niet voor niks gebeld. Meneer, het spijt ons echt verschrikkelijk. We zochten onze vriendin en we dachten dat ze misschien hier zou kunnen zijn. Maar dat was dus niet zo. Maar we wilden echt niet voor overlast zorgen. Sorry. Ik raad u ten zeerste aan om toch aangifte te doen. Kijk, ze moeten gewoon even weten dat dit niet kan. Hè? Ik neem wel even uw verklaring op, procesverbaaltje, klaar is Kees. Ja, dat is natuurlijk wel weer een hoop papierwerk, hè? Nou, weet je wat? Laat ze maar gaan. Jullie zijn al aan de tering geschrokken toen ik jullie betrapte. Dat die gezichten moeten zien. Ik wil jullie niet meer zien. Een hele tijd niet. Wegwezen nou. Meneer, ontzettend bedankt. Dat is echt heel erg vriendelijk van u. Dank u. Wat gedoe met Rosa gisteren. Die Griet, die moet hier zo snel mogelijk weg. Rosa? Nee, niet Rosa, Karel. Die andere. Daar hebben we het toch al over gehad. We kunnen er niet vrijlaten. Ik heb het ook niet over vrijlaten. Waar heb je het dan over? Dat meen je niet. We moeten het alleen wel goed voorbereiden.